Goh, heel moeilijke vraag. We hebben op het veld gezien dat de ploegen een beetje aan elkaar gewacht zijn. Wie ziet er zeker? Ik zie Borgerhout, Boekenberg, AKC. En dan kies ik toch voor Voorwaarts. De kruisfinales. Ik gok op Boekenberg, ik gok op Skaldis, ik gok op Voorwaarts en ik gok op Borgerhout. Dat is geen gemakkelijke vraag. Zoals ik net zei, kan iedereen van iedereen wel winnen. Maar als ik de ploegen misschien zie, dan denk ik toch wel aan Boekenberg en Borgerhout. Ik zie ons daar ook bij. Ik denk dat Voorwaarts toch wel zeker ook erbij zal zijn. Ja. Ja, ik denk Boekenberg, als ze zo deze energie kunnen ophouden, dan zal dat Boekenberg zijn, denk ik. Wij hebben het op het veld heel lastig gehad tegen Voorwaarts. Vind ik een heel complete ploeg. Maar alles zit eigenlijk heel dicht bij elkaar. Ik denk dat Riviera het heel moeilijk gaat krijgen om aan te haken op het niveau. Omdat zij ook op het veld lager, een divisie lager hebben gespeeld. Maar alle andere ploegen zullen gewoon goed moeten zijn. Ik denk, wij willen er staan. Boekenberg, ik geef Voorwaarts aan. En ik denk dat met een goede Yves van Harneveld komt AKC ook weer terug. Goh, op deze moment is dat zeer moeilijk natuurlijk om daar ploegen op te zetten. Ik denk wel dat AKC, Boekenberg, Borgerhout en dan toch geloof in onze eigen sterkte en Voorwaarts de kruisfinales gaan spelen. Het zijn er veel, ja. Ik denk op het veld is het ook, het ligt allemaal dicht bij elkaar. Het zijn, ja, iedereen kan van iedereen winnen, dat hebben we denk ik gisteren gezien, dat hebben we vandaag gezien. Ik heb eigenlijk geen idee. Ja, het is nog heel vroeg om dat te zeggen. Hè. Als ik dit Borgerhout zie spelen, zeg ik dat Borgerhout er zeker en vast bij is. De andere wedstrijden van dit weekend vond ik niet zo heel goed. Dus dat is een beetje zoeken. Ik hoop dat wij erbij zijn. Dat is nummer 2 dan. Nummer 3 Voorwaarts. Die durven toch al wel eens verrassen. En als vierde ploeg, ja, wie zouden we daar zitten? Misschien dan toch terug Skaldis? Ik denk Borgerhout dat die erbij gaan zijn, dat AKC en Voorwaarts erbij gaan zijn en dat wij er ook zeker gaan bij zijn. Ja, dat vind ik nu heel lastig om te zeggen. Ik denk dat Borgerhout in de vorm zoals waarin ze nu steken, ja, die tip ik wel. Boekenberg, altijd wel een hele goede zaalploeg hè, met een aantal goede kleppers. En voor de rest, ja, iedereen kan van iedereen winnen. Ja, ik hoop natuurlijk dat wij erbij gaan zijn. Ik verwacht sowieso Boekenberg in AKC en dan denk ik dat het Skaldis of Voorwaarts zal zijn. Ik licht de voorkeer naar Skaldis toch, met die meer ervaring toch wel een stapje verder zijn als Voorwaarts, denk ik. Wie zie ik in kruisfinale spelen? Boekenberg, Borgerhout, dat zijn voor mij de twee favorieten. Ik denk dat Borgerhout maakt heel schoon korfbal, Boekenberg ook eigenlijk. Dan, iedereen kan van iedereen winnen. Ik zou zeggen als derde ploeg, ja, AKC, Voorwaarts, Skaldis, zijn allemaal aan elkaar gewaagd. Quick, Florient, Outsiders. De derde plaats zet ik dan een AKC, omdat ze toch echt rebound overwicht hebben. En de vierde plaats zit Riviera.